Het is de tijd van goede doelen en inzamelingen. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur Almere begint morgen een actie. Het fonds zet zich in voor gezinnen die te weinig geld hebben om hun kinderen te laten sporten of mee te laten doen aan culturele zaken. Ja, en wat betreft sporten, dan heb je natuurlijk ook sportartikelen nodig, hè? Schoenen, ik weet niet, noem maar op. Shirts is duur. Ja, een hockeystick. Ja. Toch, dat soort dingen. Nou, deze week kun je daarom sportartikelen inleveren bij scholengemeenschap Egnaton in Almere. Nou, wie regelt het allemaal? Dat is Yvonne Wolf. Ze is coördinator bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur Almere. Goedemorgen, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Wat hebben jullie allemaal nodig? Ja, dat is best wel veel eigenlijk om iedereen te voorzien. Maar wat we zeker zouden kunnen gebruiken, dat zijn sport- en cultuurartikelen. Dat betekent, dat gaat van voetbalschoenen tot balletpakje, paardrijspullen, zwempakje. En voor cultuur kan je denken aan blokfluit. Je kan denken aan muziek, noten, boeken. Er is misschien wel een bedrijf die zegt van wij hebben hier heel veel materialen liggen die we op dit moment niet gebruiken en best wel aan het goede doel willen schenken. Zoals trommeltjes. Verzin het allemaal maar. Ja, maar dan moet het nog wel een beetje in goede staat zijn natuurlijk. Ja, heel graag. We moeten het wel kunnen gebruiken om weer uit te lenen aan andere kinderen of zelfs weg te kunnen geven. De goede staat, dat gaan we bekijken. Dat alles wordt ingeleverd inderdaad, zoals jullie vernoemden net, bij het Egnaton aan de Zwolleweg. En dan wordt het vrijdag wordt het allemaal naar Focus for Care gebracht. Daar gaan ze het allemaal uitzoeken. En daar wordt het gewassen wat nodig is. En uitgestald. En dan kunnen de kinderen vanaf de eerste week januari langskomen die dat nodig hebben. Om dan deel je het weer uit te zoeken van... Wat zeg je, sorry? Dan ga je het lekker uitdelen aan iedereen. Dan mogen we het uitdelen, ja. Ja, leuk. En wat dan niet uitgedeeld wordt, dat bewaren we dan ook. En het Focus for Care is een winkeltje in Cobra, in het buurtcentrum. En daar, dat is altijd open. En daar kunnen dus de mensen voortaan hun spulletjes ophalen. Voor, eigenlijk gratis. Maar er zijn ook dingen die te leen zijn, zeg maar. Oké, maar hoe doe je dat dan? De verdeling van al die spullen die nou worden ingezameld deze week? Ja. Iemand kan wel zeggen, ik heb dit en dat nodig, maar kan iemand drie paar voetbalschoenen krijgen? Of hoe verdeel je dat een beetje eerlijk? Ja, dat gaan we natuurlijk wel goed bekijken vanaf het winkeltje. Het is altijd heel moeilijk om te gaan stigmatiseren. We gaan niet zeggen van jij mag wel, jij mag niet. Ik ben ervan overtuigd dat als je naar dat winkeltje toe komt, dat je het dan nodig hebt om het te kunnen gebruiken. Dus we gaan gewoon kijken. Ja, kijk, wie weet hoe groot de hoeveelheid is met wat er binnen gaat komen. Met wat we kunnen gaan verdelen. En is het niet voldoende, dan zoek ik geld, zeg maar, om het aan te kunnen schaffen. Ik heb gelukkig al een bedrijfje gevonden die nu al spullen heeft bedacht zelf. En het wordt een verrassing wat daar van gebracht wordt. Dus er is nu al actie, terwijl het morgen pas gaat beginnen. Hartstikke mooi. Ja, het kan natuurlijk best druk worden, Yvonne, bij het uitdelen in januari. Want je zegt zelf in een persbericht, 9000 kinderen in Almere leven op de armoedegrens. Het is nogal wat. Ja, dat klopt. Maar we weten ook dat het de drempel best wel hoog is om te laten zien dat je op de armoedegrens leeft. En zoals de kinderen die nu verbonden zijn bij het fonds, dat zijn van de 9000 kinderen bijna 2200 kinderen die ieder jaar een aanvraag doen op sport of cultuur. Dus het zou prachtig zijn als iedereen komt, maar dat verwacht ik helaas niet. Nee, oké. En het brengen van die spullen, dat kan dus bij scholengemeenschap Egnaton in Almere. Maar zijn ze daar blij als iedereen maar continu in en uit blijft lopen gezien corona? Of gaat het anders? Staat er buiten iets waar ze het in kunnen doen? Goed bedacht. Het staat buiten. En zoals het er nu uitziet, blijft het ook droog. En anders komt het al onder de overkapping te liggen. Want we mogen natuurlijk niet gaan verzamelen van mensen, om het zo maar te zeggen, in de coronatijd. Maar het is ook echt een actie vanuit het Egnaton zelf. Hè. Het Egnaton zelf heeft ieder jaar een goed doel. En zij hebben de leerlingen geënthousiasmeerd om vanaf dinsdag, daarvoor natuurlijk hun klerenkasten, hun kasten leeg te ruimen. Mm-hmm. En iets mee te nemen naar school wat ze in
inleveren. Dus die kinderen komen toch al dagelijks naar school. Ja. Maar ik verwacht ook best wel heel wat mensen van buitenaf. Dus dat wordt allemaal heel gestructureerd, wordt dat opgelost. Anderhalve meter houden we in oog. En nou ja, de kar staat buiten, dus oh, dat kan geen kwaad. Nou, ik wil niet vervelend doen, maar het gaat morgen wel regenen. Ja, dat is waar ook. Oh, volgens mij word je gebeld, ja, Yvonne. Yvonne wordt gebeld en haar beeld is... En je springt spontaan op de zijkant. Ja, en we horen je niet meer. Nee, ook dan, niet. Dan gaan we Yvonne bedanken voor haar toelichting van het Jeugdfonds Sport en Cultuur in Almere. En ze had het over scholengemeenschap Echnaton. Daarover na 9:30.